Hi, Robert Benneke hier met weer een Vitamaandje. Het sneeuwt heerlijk. En als het zo sneeuwt, dan denk ik vaak bij die sneeuwvlokjes aan die twee vlokjes die van boven naar beneden komen. En die ene vlok zegt tegen die andere, weet je, ach joh, ik ben zo klein, ik ben zo nietig, ik heb niet echt een bijdrage die ik hier kan leveren. En het andere vlokje zegt, jij bent helemaal gek, want ik ben het vlokje wat precies op die tak gaat vallen en door mijn gewicht, mijn zogenaamde kleine gewicht, gaat de tak breken. En wordt het hout waarmee een vuur opgestoken wordt of een huis verbouwd wordt, dan gaan ze maar door. Ik vind dat een prachtige metafoor, omdat velen van ons zo vaak denken, wat heb ik nou eigenlijk bij te dragen? Wat kan mijn gewicht nou brengen wat ik hier op aarde te doen heb? Vreselijk veel. Dus wat je ook doet, ga ermee door. Jouw vlokje, jouw sneeuwvlokje, jouw kleine zogenaamde bijdrage kan precies de impact leveren. Als het hamertje op een blok beton, waardoor, hoe moeilijk het is, dat is afbrak. Of nog duidelijker, met marmer. Precies dat tikje waardoor het marmer breekt. En zoals Michelangelo zei over de David, hij zei het was helemaal niet zo moeilijk om de David te maken, want de David zat al in het marmer. Het gaat erom het extra marmer eraf te halen. Dus de sneeuwvlokjes die jij brengt, de tikjes die jij geeft, jij kan precies net dat tikje geven, waardoor jij zelf of een ander zich optilt naar dat volgende niveau waar het allemaal om gaat. Dus, sneeuwvlokjes, denk er eens anders over na, neem actie en creëer het leven wat je verdient. Ciao, tot spoedig.